Dit is ABC Actueel. Ja, we snijden het even af, want onze eerste gast die is aan de telefoon. En meneer Plein die heeft andere afspraken, dus hij is even gestopt langs de weg als dat goed is. Meneer Plein, goedemorgen. Goedemorgen, ook van mijn kant en ook goedemorgen aan de luisteraars. Meneer Plein, dank u wel voor dat u wilde bijdragen aan dit programma. Het onderwerp, dat was grondconversie. En u was toen de tijd voorzitter in het parlement, voorzitter van de commissie, pardon, of u zat in de commissie, die hierover moest oordelen. En het liep steeds vast op één onderwerp. En dat was de grootte van de percelen. Hoe groot mogen ze zijn om geconfronteerd te worden? En dat lijkt nu geen discussie meer te zijn. Niet omdat u niet meer in de coalitie zit, maar omdat het parlement niet meer wordt geraadpleegd. Zeg ik dat goed? Dat klopt, meneer Sam. Ik moet aangeven dat ik niet lang terug informatie heb ontvangen dat men eigenlijk wil gaan van, dacht ik, 2500 vierkante meter naar, dacht ik, 2 hectare. Laat me even aangeven dat wij niet tegen grondconversie zijn. Het is een goede ontwikkeling. Alleen is het de weten hoe je het gaat uitvoeren. We weten ook dat toen de tijd het staatsbesluit was, maar laat me ook gelijk aangeven dat het staatsbesluit handelde over bebouwing en bewoning. En het was in een pilotfase waarbij men, ik dacht dat men was begonnen in het gebied Flora, Tamenga, en dat daarna men zou evalueren. U zegt toen de tijd, wanneer is dat? Dat was tijdens de regering Venetiaan. Toen is het dus dan even blijven liggen en het parlement was daarmee bezig in deze zittingsperiode. En op een goed moment hebben we gemerkt dat eigenlijk men dat stukje van het parlement aan terzijde gelegd heeft, wat ik eigenlijk zou moeten categoriseren van het schofferen van het parlement. Want als iets in behandeling is bij het parlement, dan vind ik dat men toch wel het resultaat moet afwachten. Ja, maar goed, er wordt politiek meegespeeld. We hebben gezien dat op een gegeven ogenblik binnen de coalitie toen de ABOP niet meer te vinden was daarvoor. En dat het een welis en nietes was over dat van grondrechten en grondconversie. Dus dat was inderdaad iets wat niet goed was. Maar goed, het is gebeurd. De president die vond het van nodig om gewoon per staatsbesluit de zaken verder af te wikkelen. En we zien wat er vandaag aan de dag gebeurt. Nogmaals, we zijn niet tegen grondconversie, want het is een ontwikkeling voor het land. Maar alleen gaat het erom van, hoe ga je het aanpakken? Ja, want wij hadden toen, dacht ik ook, tot 2500 vierkante meter. Maar dat was alleen voor bebouwing en bewoning. En we waren het ook niet eens mee over de grootte in de commissie, toen ik in de commissie zat, commissie grondzaken. En plotseling is het daar gaan escaleren wat betreft dus de grootte. En er waren natuurlijk ook wat andere issues die speelden, maar goed. En die discussie is ook, is dat staatsrechtelijk wel correct als het eerst naar het parlement is gestuurd? Op welke wijze moet het? Kan het gewoon bij presidentieel besluit of zou voor zoiets het parlement moeten worden geraadpleegd? Wat denkt u? Bij staatsbesluit in pilotfase, maar als iets in behandeling is bij het parlement, dan vind ik dat je het parlement de ruimte moet geven als een van de drie machten en dat je als uitvoerende macht niet daartussen moet komen. Ja, maar goed, er was een staatsbesluit, alleen is dat helemaal gewijzigd, want we zien dat nu dat stukje van bebouwing en bewoning, dus dan gewoon iets dat iedereen mag converteren in. En het verschil tussen dus dan dat staatsbesluit van nu en van toen was, dat geen stichtingen en NV's mochten meedoen. Ja, het was eigenlijk puur voor de kleine man. Maar goed, nu zien we wat er gebeurt. Dat mensen via stichtingen, via een NV's, dan grote lappen gronden kunnen omzetten. En waarschijnlijk kan men dat daarna tegen grote of tegen woekerbedragen verkopen aan die samenleving. Terwijl eigenlijk de achterliggende gedachte daarvan niet was om dit uiteindelijk te hebben, maar meer vooral de kleine man te helpen. En natuurlijk ook natuurlijk de ondernemers die een betere zekerheid wilden hebben. Maar ja, het wordt helemaal anders gebracht. Het zal me niet verwonderen als over een paar weken men zegt, we gaan dan van 2 hectare naar 10 hectare en 25 hectare. Want dat was eigenlijk de bedoeling van een van de mensen binnen de commissie. Zegt van luister nou, laten we gaan voor 25 hectare.
Wie was dat? Nou, ik zal geen namen noemen. Ik denk dat het toch van belang is om zaken binnen de commissie een beetje op een lagere pit te houden, om geen namen te noemen. Maar het was ook trouwens ook publiekelijk, dacht ik, in het parlement kenbaar gemaakt. Ja, maar u zat in de commissie en de commissie moest zich buigen over dit onderwerp. Ik neem aan, onderdeel daarvan is nagaan van luister, in hoeverre zou voldaan worden aan de vraag of aan de behoefte met grondconversie. Is er nagegaan hoe substantieel dat deel is dat je kan categoriseren als grootgrondbezitter? Dus laat me aangeven dat het helemaal gestrand is. Ik dacht dat we bij de tweede een ronde waren. En toen het gestrand is, want toen kwam men met het grondrechten. Zolang dat niet was afgehandeld, zou men dan grondconversie niet afhandelen. Dus we zijn niet zo ver gekomen. Eigenlijk waren we in het openbaar aan het debatteren over de zaken. Dus niets is verder gekomen dan waar we gestopt zijn. Men wil gaan van de 2500 vierkante meter richting 2 hectare. Is er al aangegeven of de prijs hetzelfde zal moeten blijven of gaat men nu een hoger bedrag innen? Ik draag geen kennis van die informatie. Het enige wat ik en passant heb gehoord is dat het gaat van 2500 vierkante meter naar 2 hectare. Laat me ook aangeven dat ik het niet heb van de officiële berichtgeving. Maar dat ik gebeld geworden ben door enkele mensen die me aandacht gevraagd hebben hiervoor. Dus natuurlijk zal ik de zijne tijd ook de vraag stellen in het parlement van wat is het beleid met betrekking tot grondconversie van de huidige regering. En heeft u misschien een idee waarom men dit zou willen doen om te gaan van 2500 vierkante meter naar 2 hectare? Nee, niet echt, maar het is wel frappant dat men dus dan probeert de zaken snel op te bossen of te vergroten. Het aantal wat vierkante meters betreft, te gaan richting direct hectares. Mijn gevoel bekruipt mij dat we richting de verkiezingen gaan. En misschien dat sommige politieke partijen het gevoel krijgen dat ze niet terugkomen. Dus ze willen haast maken om een aantal zaken in place te hebben. Nogmaals, we zijn niet tegen grondconversie, maar het gaat om het principe. Hoe ga je het uitvoeren? Ja? Hou je rekening inderdaad met de kleine man, hou je rekening ook met dat stukje van de ondernemers. Maar laat het niet zo zijn dat we een situatie krijgen dat mensen overnight rijk gaan worden. Als we het hebben over grond, zal u uw collega parlementariër die deskundig is op het gebied van grondzaken, de heer Yogi, contacten van Mahinder? Wat is er precies aan de hand? Dus hij is even als mij een parlementariër, dus ik neem aan dat hij dan de ruimte heeft om zijn zegje te doen. En natuurlijk heeft hij ook de ruimte in het parlement om de vraag te stellen aan de regering. En dat zal ik ook doen, dus ik hoop dat hij die vraag ook stelt aan de regering. En voor nu bent u content met de 2500 vierkante meter? Nou, dat is op zich geen probleem. Alleen zeg ik van, we moeten voorkomen dat er stichtingen NV's en dergelijke dan misbruik van de situatie gaan maken. Want ook wat heel belangrijk is, is als je zegt dat je 1 keer kan converteren, dan is het 1 keer. Maar als iemand 2 hectare heeft en de persoon verdeelt het, splitst het op in 2500 vierkante meters, dan begreep je dat het kan zijn dat de persoon meerdere malen kan converteren. En dan is het eigenlijk hetzelfde wat we niet wilden hebben. Ja, dus ook al dat soort zaken zijn zaken waarover we moeten praten. Heeft u het verloop gevolgd vanaf het staatsbesluit is ingegaan, hoe het is gegaan met het grondconversie? Ik ben bezig het te volgen en je ziet dat er een grote groep mensen is die bezig is te converteren, heb ik gezien. Maar ik heb niet alle detailinformatie, dus die detailinformatie die moet ik nog verder op zoek gaan. Ja, we noemden meneer Yogi omdat we die informatie van hem hebben. Bij een onderzoek van de VHP heeft hij aan de aanwezigen gezegd dat de regering dat gaat doen van 2500 naar 2 hectare. Dus vandaar die vraag. Maar meneer Plein, ja? Dat is ook inderdaad iets goed. Ik weet niet als je de informatie vanuit een onderzoek meeting moet zien als een officiële berichtgeving, want tegenwoordig gebeuren er de raarste dingen. Soms worden de informaties eerst op een politieke podium gegeven
En daarna komt het via regeringswegen, de kanalen van regeringswegen naar het parlement. En dan vraag je even af van, is dit de lijn die we moeten aanhouden? Is het niet dat de zaken eerst doorgegeven moeten worden vanuit regeringswegen? En dan dat mensen die op hun vergaderingen, op hun politieke podium zaken willen aankondigen, dat ze dan dat daarna doen. Maar goed, in Suriname tegenwoordig is veel veranderd. Dus ook daarmee houden we rekening. En misschien, als ik even mag inkomen, deze regering weten we, zijn slecht met communicatie. Dus misschien is dit hun manier van goede communicatie in hun ogen. Vandaar dat het beleid hier ten dagen zo is. Men zegt wel bij God en in Suriname. Meneer Plein, wat is het standpunt van de NPS? Want we weten hoe u er tegenover staat, maar wat is het standpunt van de NPS? En waarom vraag ik dat? Want we hebben eerder uw collega gehoord, mevrouw Ednel, partijgenoot en collega. En die is eigenlijk geen voorstander van grondconversie, omdat je lange termijn inkomsten daarmee teniet doet. Je hebt één keer bij de conversie wel iets dat binnenkomt, ook niet heel erg substantieel. Maar op termijn verliest de staat wel inkomsten. Dus heeft de partij hier een standpunt over ingenomen? Dus wij zijn niet tegen grondconversie in algemene zin. We zeggen van, het gaat om het principe welke je gaat toepassen. Hoe ga je het uitvoeren? Wie zijn de mensen uiteindelijk die er profijt van zullen krijgen? Want mensen willen een zekerheid hebben. Zeker de kleine man die wil zekerheid hebben. Dus op basis daarvan zeggen wij van, we hebben er geen problemen mee, maar nogmaals, het gaat om hoe ga je het uitvoeren? Wie zijn de mensen die de begunstigden zullen zijn? Ja, zeker de kleine man die moet er profijt uithalen. Dus dat is eigenlijk de lijn die we aanhouden als NPS-fractie. We willen niet een situatie hebben in Suriname dat de overheid helemaal geen grip heeft op gronden en dat alles in handen is van grootgrondbezitters. Dat willen we niet hebben, ja? Dat willen we helemaal niet hebben. Dus de lijn die wij volgen is één waarbij we zeker rekening houden dat mensen zekerheden willen hebben op hun onroerend goed. En daarmee zegt u dan ook, als de NPS na 2025 in de regering komt en eventueel een president voordraagt, dat zo'n staatsbesluit wordt ingetrokken? Dat is toch prematuur om aan te geven. Ik denk dat we de tijd de ruimte moeten geven om daarover een oordeel te vellen. Er zullen zeker evaluatiemomenten moeten komen. Dat is duidelijk, meneer Plein. We moeten het hierbij houden, Sam. Heb jij nog iets? Maar meneer Plein, is het niet gebruikelijk, pardon, dat presidenten soms via staatsbesluiten beslissingen nemen? Ja, maar het is tot een zekere mate. Want ook de grondwet beperkt de president daarin. Daarvoor zijn er drie machten. En daar moet de president ook rekening mee houden. Constitutioneel kan de president ook niet alles. Ja? Dus in dit geval zou het niet via een staatsbesluit moeten? Als het al in behandeling is in het parlement en er was al eerder een staatsbesluit welke evaluatie toe was, dan vind ik dat je het parlement de ruimte moet geven om dan zich uit te spreken daarover. Maar ja, ik denk dat wat politieke zaken gespeeld hebben, waarbij dus dan duidelijk werd aangegeven van grondconversie versus grondrechten, dus die moet op gelijke hoogte zijn bij de behandeling. Maar dat is dus dan niet gelukt. En dan heeft men gezegd van, nou, we doen zaken via staatsbesluiten. En ook de wetgevingsproducten die we maken, moeten wij voorkomen dat alles ook via staatsbesluiten verder geregeld moeten worden. Want anders geeft de president vrijbrief om alles te doen. Ja, en dat willen we ook niet hebben. Nee, duidelijk. Dat is duidelijk, meneer Plein. Ik wil u dan bedanken voor uw bijdrage in EBC Actueel. We gaan het volgen en als er updates zijn, dan spreken we u weer. Dank u wel en ook aan de luisteraars een fijne dag toegewenst. Goedemorgen. En dat was Ivanildo Plein, NPS'er, NPS-parlementariër. Maar hij was ook in de commissie die oordeelde over grondzaken.